Goedemorgen allemaal. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben terug naar het weekvloggen verhuisd, want die dagelijks vlogs, dat was niet helemaal dingetje geworden. Met werk redde ik dat niet meer. Met editen kwam ik in de knoop. Is mijn moeder al wakker? Ah, ik hoor nog niks. Maar goed, het is vandaag dinsdag. Gisteren, ik ga het vertellen, gisteren is Ash vertrokken met een collega naar Antwerpen. Die is een lekker dagje Antwerpen gaan doen met een collega van haar. Ik weet er verder ook het fijne niet van. Maar wat ik ik had gisteren een redelijk in paniekerige Ashley op de Snapchat. Want ze zouden namelijk naar het Steenplein lopen. Het plein waar ik natuurlijk ook met Ash ben geweest in het City Hotel met het Reuzenrad. Super mooi verlicht 's avonds. En voor Ash en mij eigenlijk best wel een dingetje. Want ja, Danny en Maxime, dus Scott en Vince, hebben daar natuurlijk voor Like Me heel veel gefilmd. Pommelien ook. Dus Ash wilde daar nog een keertje heen, omdat ze toch in Antwerpen was. En dat was zo'n ongeveer 26 minuten lopen van het hotel vandaan. Nou, het ging al fout, want de collega had een verkeerde route. Op een gegeven moment gaf collega Ash de schuld van, joh, maar jij doet hier niks en bla bla bla, help dan mee, bla bla. Nou, lang verhaal kort, op een gegeven moment heb ik ze via Snapchat, want ik kon Ash haar snaplocatie zien, heb ik haar via Snapchat hun de route gewezen. Heel humor. Elke keer, ik ging vooruit kijken, elke keer als ik zag van, oh, staat nu op die hoek, jongens, oké, nu links langs de Burger King. Want ik wist de precieze route nog gewoon. Wat dat betreft is mijn navigatie in mijn hoofd echt heel goed. Want ik kan nu zo bijvoorbeeld nog blindelings van centraal richting ons hotel lopen. Of richting het Steenplein. Maar goed, daar gaat het niet om. In ieder geval, op een gegeven moment waren ze er bijna. Het was een behoorlijk stuk lopen omdat ze de eerste instantie de verkeerde kant en om zijn gaan lopen. Dus uiteindelijk waren ze er bijna en toen was het collega was het lopen zat. De collega houdt sowieso niet van lopen, vertelde Ers. Ik denk, ja, wat ga je daar dan doen? Dus uiteindelijk is die collega boos geworden, want Ers wilde geen metro of geen tram pakken. En op een gegeven moment wou die collega ook een taxi pakken. In Antwerpen voor dat kleine stukje, jongens, daar ga je geen taxi voor pakken, want je betaalt ontzettend veel geld. Dus ja... Daar werd de collega boos over en toen is de collega er vandoor gelopen, terug richting het hotel. En Ers, die stond daar dus in de straatjes van Antwerpen. Nou jongens, als jullie de avondshots uit een paar vlogs terug nog kunnen herinneren in Antwerpen. Het is niet fijner s'avonds op straat. Natuurlijk, het is Antwerpen, het is gewoon een stad en ze praten daar gelukkig gewoon Nederlands. Maar dat is niet fijn. Dat is echt niet fijn. Maar goed. Ik heb Ash dus via Snapchat geholpen om de route terug te vinden naar het hotel. Op zich wist ik dat wel, want het hotel lag voor hun hotel lag vrij dichtbij centraal. Dus, maar goed, het is het idee dat ze daar dan, dat een collega haar dan in de uppie laat lopen. Überhaupt zelf ook in de uppie loopt. Volgens mij zit hij ook geen gevaar. Maar in je uppie gaat lopen. S'avonds laat, in het donker, het was 11 uur. Dan denk ik, kom op. Hebben jullie echt geen hersen? Blijf gewoon bij elkaar. Of jullie er boos of niet zijn. Je kan de ander gewoon niet s'avonds alleen laten lopen hier in Antwerpen. Want eerlijk is eerlijk. Hier in Nederland heb je gewoon redelijk grote straten. In Antwerpen zijn het allemaal kleine straatjes, steegjes, dingetjes, inhammetjes. En dat is niet fijn om daar s'avonds te lopen. Er zitten daar bomvol kroegen. Ook met dronken mensen. Niet alleen maar nuchtere mensen. Dus Ash was behoorlijk in de stress. Maar ik ook wel, want... Weet je, je vriendin die loopt daar. Kijk, af en toe kunnen Ers en ik elkaar echt niet luchten of zien hoor. Af en toe zijn we elkaar ook even zat. Dat is normaal. Maar je vriendin loopt daar in Antwerpen. Helemaal in de up. Weet bij God niet waar ze heen moet. Dan denk ik, kom op hé. Dus ik heb gisteren Ers de weg gewezen naar het hotel. In plaats van een uurtje of 9:30 ben ik pas over 11 gaan slapen. Volgens mij was het 11:45 of zo. Maar goed, Ers is uiteindelijk wel terug in het hotel gekomen. En nu wil die collega vroeg weg, want ze moet vandaag werken. Dan denk ik, waarom in godsnaam heb je dan een tripje geboekt? Als je nu vroeg weg moet om vanavond te moeten werken. Had het dan een andere dag gedaan, dat je 2 dagen vrij bent. Maar goed, lang verhaal kort. Ers wil nog naar een paar winkels, waar wij toen op zondag niet heen konden. Dus Ers wil daar vandaag heen. En de collega wil dat niet, dus Ers zegt, nou dan ga jij maar lekker naar huis als je dat wil. Geef me mijn geld voor mijn treinkaartje, want Ash heeft er 2 tickets heen betaald. Überhaupt dom, maar oké.
Ik had gewoon alleen mijn eigen dingen betaald. En Ash gaat dan nog waarschijnlijk, als ze wil, naar de winkels in Antwerpen. En gaat daarna zelf terug. Dus ik heb tegen haar gezegd, joh, ik pik je wel gewoon op Centraal. Dan ben je dat gedoe kwijt tenminste. En dan kan je even babbelen en zo. En ik heb de fotolijstje van haar nog hier liggen. Dus dan neem ik die gelijk voor haar mee. Maar dat is wel eventjes een beetje een rare avond. Maar goed, vandaag verder niks op de planning dan dat ik alleen Ash vanmiddag op ga halen van Centraal. Voor de rest niks, ben vrij. Dus dat is mooi. En woensdag, donderdag, vrijdag moet ik werken. Allemaal halve dagen, dus dat is ook wel lekker. Maar zo meteen eerst Ash's ophalen. Goed, ik ben terug op mijn oude camera, want ik ga de camera terugsturen. Ik ben aan het inpakken. Ik heb het nu een paar keer geprobeerd. Maar wat mij dus heel erg irriteert aan de camera is het feit dat ik de beelden elke keer niet kan exporteren naar mijn laptop. Dus, lang van kort, de camera en alles zit erin. Het is echt een hele fijne compacte camera, dat wel. Maar ik vind niks. Voor echt het vloggen, ik dacht van dit is prima zo. Nou, dat is het dus niet. Het werkt dus echt voor geen malle moer. Voor misschien foto's is het wel te doen. Maar het werkt niet. Dus ik heb mijn oude camera terug in mijn handen in de hoop dat die het nog even blijft doen. En dan ga ik binnenkort wel een goede camera kopen. In ieder geval ga ik deze terug in de doos doen. Ik ga de retourbon even opvragen. En dan kan ik deze doos zo meteen terugplakken. Hier de sticker op voor de retourbon. En dan kan die terug naar waar die vandaan kwam. Zonde. Echt wel zonde. Maar goed, deze camera werkt gelukkig nog wel. Dus we doen het hier maar mee. Goed, ik ga mijn haar kleden. Heb ik verder nog niet gedaan. Ik zit hier nog steeds in een korte broek en een trui. Dus ik ga hem kleden. Ik ben wel moe. Nou ja, niet moe, maar ik heb opstartproblemen, laat ik het zo zeggen. Ik moet eigenlijk mijn haar wassen, maar daar heb ik nou niet zoveel zin in eigenlijk. Ik ga zo maar even velen. Ik ga me aankleden. De retourbon uitprint voor de camera. En ik zeg hem tegen Ash ook, hij voelt gewoon ook echt crappy aan voor zo'n kwaliteit camera. Ik had er meer van verwacht. Maar ik ga gewoon sparen voor een goede nieuwe vlogcamera. Dan maar even veel geld kwijt zijn, dan heb je ook wat. Het station is het mondkapje verplicht. In de metro en at the station, you must wear. Ik heb hem opgehaald! Eindelijk! Eindelijk! We gaan even koffie halen. Want Starbucks hier is dicht. Het is echt jammer. Dus we gaan naar beurs lopen. Mag ik even jouw data? Tuurlijk. Ik denk dat je de groene plaats doet. Eerlijk gezegd, ik ook zag hij ja. Hotspot. Kom, we gaan sneller route. Ik heb geen zin om te lopen. Waarom is hij hier nog dicht? Ja, hij was wel op de stoel gekomen. Damn it. Doet hij niet. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik ben inmiddels wakker. Ik heb gedoucht vanmorgen. Ik werd vanmorgen wakker en ik was echt moe. Want ik heb gisteravond om 10 uur. Ja, dat was om 10 uur. Heb ik nog een melatonine tablet ingenomen. Mijn werk is niet zo goed, maar vannacht wel. Ik heb echt aan de blokken geslapen. En nu ben ik wakker. En ik was een beetje moe vanmorgen, dus ik dacht, weet je, ik ga even onder de douche. Een beetje wakker worden. En dan de rest doen. Dus zo gezegd, zo gedaan. Ik ga even een YouTube video kijken. Dat moet ik nog doen. Tenminste, ik moet helemaal niks doen, maar ik heb gewoon zin om dat te doen. Ik ben heel moe. Hey, Gabby heeft een vlog geüpload, dat is lang geleden, dat wil ik kijken. Even kijken. Zo, kasten. En dan kan ik het zien. Good morning guys, and welcome to another vlog. Trouwens, ik moet werken vandaag tot en met 11:30. Ik dacht dat ik een lange dag moest deze week, de hele week. Maar dat is niet. Halve dag. Nou,
top. Dan kan ik daartussen nog even andere dingen doen thuis. Dus dat. Ja, ik ga gewoon lekker op mijn gemak mijn dingen, tenminste nu een filmpje kijken, koffie drinken. En kijken wat de dag gaat brengen. Goed, het is dinsdag en ik ben inmiddels thuis. Oh, word ik tijd. Het is avond, ik heb net avond gegeten. Ik heb vanmiddag heel veel bed gelegen. Het was echt super moe, maar ik ga nu lekker onder de douche en ik ga lekker mijn skincare doen. Ik ga lekker mijn gezicht even scrubben, maskertje op daarna. En dan ben ik helemaal blij. Ik heb trouwens eindelijk, ik heb dus echt een tijdje geleden besteld, mijn witte band voor mijn telefoon binnen. Dat heeft echt verrot lang geduurd. Maar goed, ik ga douchen en daarna omkleden. Ik was het al omgekleed, maar toen bedacht ik me in één keer dat ik rijstwafels moest halen. Want die zijn op, heb ik vanmorgen opgemaakt. Maar ik ontbijt tegenwoordig met rijstwafels. Dat krijg ik goed weg, smaakt me lekker. En ik ben al zo kreng met ontbijt 's morgens. Dus ik ben blij dat dit me goed smaakt. Dus dan eet ik dat ook gewoon graag en blijf ik dat zo eten. Dus ik had me maar weer aangekleed. Maar goed, ik heb gelijk mijn kleding voor morgen, maar ik doe morgen aan. Alleen dit shirtje niet, het is een pyjama shirtje. Maar ik ga me lekker omkleden. Tenminste, het shirtje hou ik denk ik wel zo aan. Zo even lekker, denk ik, een jongensbroek aan. Gewoon lekker chill, makkelijk. Maar eerst even lekker onder de douche. Goed, ik heb gedoucht. Ik heb wenkbrauwen, spul op, verf zitten. Ja, dat. Ik ga deze vlog editen, want ik had in één keer het briljante idee om vanavond een avondroutine op te gaan nemen. En de rest van de week een weekvlog. Dus, zo gezegd, zo gedaan. Ik ga deze vlog editen. Dus ik zie jullie binnenkort weer bij een nieuwe vlog.